Leuk dat je kijkt naar de weekvlog. Helaas is ons tessertje niet helemaal lekker, dus die kan. Dus we hebben wat minder videobeeld dan normaal. En we hebben natuurlijk 2 weken lang, behalve gisteren dan, elke dag een video online gezet. Dus de weekvlog is deze week wel ietsje korter. Maar goed, toch veel kijkplezier. Zaterdag en vandaag is het debuut van Sterren in de B. Ze gaan met Kim springen. En test die groen vandaag eigenlijk. Dat is gek, hè? Mm-hmm. Nou, dat kan je wel, hè? We staan in de trailer van Kim. Ja. En Christine gaat ze erheen rijden. Hallo. Het is zover. Wat gaan we doen? De bijtjes erbij gooien. Wij gooien ook. Boem. Erbij we hebben hier Sterren. Oh, en hier hebben we Henja. We gaan nu naar de wei toe. Hier komt Lexi. Die wil ook in de wei. Goedemorgen. Nou, Enja, je hebt vrijheid. Nou, dit was het. Eten. En eten. Ja, daar gaat Enja toch nog wel naar achteren rennen om te eten. Heel belangrijk. Eten. En Sterren, die doet helemaal niks. Die blijft gewoon staan. Ja, Sterren doet echt niks. Jongens, was dit het al? Echt een rode pony, schat. Dit was het. Oké, okay, nou dan. Ah nee, toch wel. Okay. Toch nog beweging. Tegelijk niets met een eier. En ook Vroontje mag mee naar het weiland. Yay! Dat deed zij straks ook. Ze weet alleen nu nog niet dat dat gaat gebeuren. Ja. Dus, maar ik neem er zo. Ziet, oh. Maar ik neem er zo wel over. En ook Vroon is erbij. Dank je, schat. Nou, nu moeten ze wel even rennen, geloof ik. Oh, geef niet. Nou, Sterren blijft alweer staan. Ook Verona heeft haar plekje. En, nou, nu kunnen ze gras eten. Oh nee, nog niet. Moet nog even gehobbeld worden. Er is tijd op toe. Is er nog niet gelegen? Nou, Sterren blijft netjes uit de buurt, dus dat doet ze goed. Nou, helemaal goed. De Vroon heeft er wel zin in. Ja. Ijverig is Tessa bezig. Ijverig? Ijverig. Ijverig. Dat je iets met. Ja, hoe zeg je dat? Laat mij hieronder in de comments achter hoe jullie ijverig beschrijven. Je bent druk bezig iets te doen. Ja. Je doet het goed. Mijn hostel aan het schoonmaken. Die van Sterren. Dus alle twee. En dan ook nog die van Verona. Heel goed bezig, Tessa. Dat hoort ook bij het paard hebben. Hè? Alle troepjes schoon en netjes houden. Jasmijntje is vandaag mee en die heeft wat leuks voor Sterren meegenomen. Kijk. Een hoedje op de permanentje. Ja. Nou, hoppelen maar dan. Ze moet nog even. En je moet zo gaan koelen, hè? Ja, ik ga koelen. Ja, oké. Okay. Ons Kimmetje gaat rijden in de meest ideale positie. Ik zou zeggen, voort Kim, voort. En dan mogen jullie allemaal in de comments zeggen wat jullie hier goed of niet goed aan vinden. En jij weet niet wat er overkomt. Go Kim, go! En jij snapt er helemaal niks van. Maar Sterren? Dat weet ik niet. Wat is er nou? Kom eruit! Ster, waar ben je? Nee, niet daar. Daar. Oh, we gaan zo. Even wachten. Uh-oh. Is dat?
Ze is verhuisd! Heb je een nieuw huisje gekregen, Ster? Staat in een mooi stadje? Heb je een mooi nieuw huisje? Nou jongens, het is wel heel leuk, want Sterretje is verhuisd. En nu is de overbuurvrouw van Henja geworden. Staat naast Obelix. En aan de andere kant, als Fitch er is, dan gaat ze naar het Fitchje. Nou, dat is wel grappig. Lekker, hè? Heeft hij eigenlijk verplaatst? Weet ik niet. We staan nu hier. Ideaal. Zo, de laatste twee meisjes van het land halen. Henja die kan keurig aanlopen, dus die kon ik zo naar de boxje brengen. Nou, Sterretje komt ook. Hallo meisje, braaf. Vro, ga je ook mee? Al sta je alleen hoor. Ik ga eventjes, stopt alweer. Kom dames, ik ga ze maar even roepen en naar hun stal brengen. En daar is het eerste veulentje. Doei. Master van de Middenhof moet ik zeggen. Kijk dan wat een knappert. Is toch te schattig? Hé? Met de mama. Mama Caro. Hallo. Wat een drol. Dat is dan wel weer wat voor mij, hè? Kijk, de brug is op zijn plek gelegd. En waarom ik dat leuk vind, kan ik ook niet precies uitleggen. Maar ik hou van dit soort dingen. Omdat het gemaakt is door iemand gewoon. Weinig machines aan te pas gekomen. Hier hebben we de sloot. De brug is voor Jumping on Sluis. Nou ja, waarschijnlijk ook voor andere dingen. Maar voornamelijk voor Jumping on Sluis. Zodat mensen daar kunnen parkeren. En dan niet zo ver naar de meisje hoeven te lopen. Normaal lag er wel al een soort overloopbruggetje. Maar nu hebben we dus echt een hele serieuze grote brug. Oh, er zit nog geen slot op. Dat vind ik toch wel weer leuk. Dus dan gaat hij gewoon open. Een stukje. Ja, dat heb ik. Oh, er zit een ding. Wacht ervoor. Oh. Nou ja, een stukje is ook genoeg. Kijk, dan kan je dus zo naar de andere kant. Het is zelfs een heel paadje. Nou, dat is toch te leuk. En dan doe ik hem weer dicht. En dan hebben we hier dus een hele serieuze brug. Ik vind het cool. Leuk dat je gekeken hebt naar onze weekvlog. Volgende week is die weer gewoon zoals altijd, want de meivakantie zit erop. Dus ook elke dag een video, dat gaat niet meer lukken. Maar woensdag zijn we gewoon weer live en zaterdag gewoon weer de weekvlog. En morgen krijgen jullie een special met Jill, die is wel heel interessant. Dus tot morgen, doeg!